Tada, dit is hem. Een Polo op LPG. Het leek ons een hele tour om een auto van 1000 euro te vinden op LPG. Een barrel. Maar het was eigenlijk heel makkelijk. En het is deze geworden, een Polo uit 2002. Het is dus een Polo geworden. En de Polo is natuurlijk niet zo'n icoon als een Golf. Maar toch, in het B-segment is het natuurlijk altijd een topper geweest. Ik weet nog goed, de allereerste auto die ik zelf nieuw kocht, dat was ook een B-segmenter. En daar had ik een heel project van gemaakt. Ik ging namelijk gewoon alle tests lezen van alle B-segmenters die op dat moment te koop waren nieuw. Want ik ging nieuw kopen. De Polo was daar gewoon een gevestigde orde samen met Corsa, Fiesta, ook een paar Japanners, Swift, Starlet toen nog. Frankrijk was het present. En toen dacht ik, die Polo, ja, je ziet, het is een kwalitatief goed ding, zo komt die over. Maar wat ik destijds miste, en waarom ik hem niet heb gekocht, was te weinig sjeuwigheid, vond ik toen. En dan heb ik een 205 gekocht toen. Het verhaal van de Polo. Dit is vierde generatie Polo. In 2001 in Frankfurt op de IAA werd deze generatie voorgesteld. Deze auto is van 2002. En de vorige eigenaar, kwamen we achter, heeft hem 13 jaar in bezit gehad. En heeft er LPG in laten bouwen. Specs, 1.2 drie cilinder, 65 pk, 5 bakje, niks vreemds. En die 1.2 drie cilinder van 65 pk was wel een veelgekochte motor. Op het dashboard brandden allerlei lampjes. Nou, allerlei, het zijn er drie. Dat heeft eigenlijk geen gevolgen. Het functioneert allemaal prima. Remmen. Er gebeurt vrij laat iets als je het rempedaal intrapt. Maar hij vertraagt goed. Als ik rem, dan vertraagt hij. Als ik stuur, stuurt hij. En het is starten lopen. Hij start natuurlijk op benzine. Automatisch schakelt hij erover naar gas. Lijkt allemaal prima te werken. Nou, voor de rest, ja, het is geen hele luxe uitvoering. Ik ben de enige, net nu de zomer begint, zonder airco aan boord. Dat is een beetje jammer. Ik moet slingeren om de ramen open te krijgen. Nou wilde ik toch iets meer aan lichaamsbeweging doen. Dus dat is op zich wel prima, daar kan ik wel mee leven. En de verstelling van de buitenspiegels, dat is een beetje pijnlijk, maar daar stappen we overheen. Ik bedoel, 950 euro, dan kun je niet al te hoge eisen stellen. Ik hoop gewoon dat hij heel blijft, want eigenlijk is het best een nette auto. En ik wil eigenlijk wel er een sport van maken om hem zo te houden. En gewoon in Meppen straks de flying lap te zetten, de snelste ronde te zetten. En dat kan natuurlijk ook als de rest is uitgevallen. Die grote Fransoos en die twijfelachtige Ford. Als die het loodje leggen, dan ga ik sowieso de snelste ronde in Meppen neerzetten. Moet ik wel heel blijven. En we gaan het zien op de keuring. Want misschien komen er nog wat lijken uit de kast. Maar eerste indruk, positief. Wauw, hè? Eén bonk Duitse degelijkheid. Fantastisch. Met al 364 Waar? Dagen nieuwe APK. Waar? Mag ik u voorstellen, Volkswagen Polo, LPG. Op LPG? Nee, serieus? Jazeker. Wat heeft u gelopen? Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Ik heb nog nooit op LPG gereden. Oh, serieus? Ja. En werkt het ook, het systeem? Nee, dat niet. Maar mij is verteld van wel. Oké. Okay. Ja. Als je op een knopje drukt, dan gebeurt er ook iets. Dan gaat hij iets doen. Nou, hij start zelf op benzine en dan schakelt hij over op gas. En dat zie je midden op middenconsole dat een groen lichtje gaat branden. Dat zou de indicatie moeten zijn. Oké. Okay. Ja. En ik heb hem leeg gereden en getankt. En ze waren inderdaad leeg. Zowel de LPG-tank als de benzinetank. Oké, okay. Ja. Nou, dan werkt dus in ieder geval so far, so good. Ik ben echt... Wat heeft hij gekost?
voor jou, nee, 950 eurotjes. Ja, dat is de mijne. Ik ben echt wel, ik ben oprecht een beetje verbaasd. Want meestal is de LPG-installatie al duurder dan dat. Ja. Dat vertelt je misschien ook wel iets over de rest van de auto. Is dat voor extra koeling? Ja, dat is het gedrang bij de start in de eerste bocht. Is ging er wat fout toen ik wegreed, maar dat is wat extra koeling. En deze neus, die heeft dus Mercedes later op de E overgenomen. Ja. Oh ja, ik herken hem al, ja. Je hebt al zo'n mooi voorschermpje links. Ja, dit is inderdaad het betere plamuurwerk. Oh, dit is wel een... Geniet er nog even van, want dinsdag gaat Joep daar enorme gaten in rammen. Oh, als dit uit mijn frituurpan zou komen, jongen, dan zou ik echt trots zijn, zo'n wilkant. Ja. Lekker, hè? Oh, dit is wel echt mooi, zeg. Ja, maar ook alleen maar daar, hè, zie je? Ja. Nou. Hey, maar je hebt... Oh, je hebt linksvoor heb je een Typhoon. Oh, en rechtsvoor heb je een de Successor 7. Dat is de opvolger van mijn band van vorig jaar. Dat was een Successor 5. Mooi, man. Ja. En wat heb je dan achter? Oh, achter hier heb je een... wat is dit? Een Viking City Tech 2. Tech, ja, ook echt, hè? Ja. En kunnen we hem dan compleet maken? Ja hoor, kwartet. Dit is een highfly. Gewoon helemaal wel cool. Ik heb je een andere band. Ja, enerzijds ben ik echt wel een beetje onder de indruk dat je voor dit budget een LPG-auto hebt. Ja. Anderzijds, als ik er zo naar kijk, en volgens mij zit er daar rechts voor ook een klein beetje roest. En ja. Ik denk ook wel dat dat iets zegt over de staat van de rest van de auto. Heb je ook niet het idee? Vooralsnog qua rijden niet. Hij doet het wel gewoon. Hij doet het prima eigenlijk. Weet je dat netjes, zeker? Maar hij is wel heel tam hoor, heel tam. Ja, dat geloof ik. Het is 1.2'tje, hè? 1.2 en dan LPG en dan 65 pk. Dat is en 4 ton op de klok. 4 ton. Ja. Ik vind het wel... Ja, kijk dan. Ja. Geen airco? Ja, oh, lekker. Dat is een beetje jammer. Dat is inderdaad een beetje voor jammer. Voor een zomerse barrelbrigade. Geen airco. Voor jou. Gooi de kappen open? Ja. Oh. Nou, ben ik wel heel benieuwd. Ik ben echt wel een beetje onder de indruk. Het is een 3-pittertje of niet? 3-cylinder, 1.2. Wauw, nee. Voor de gas weer. Ja. Dit ziet er eigenlijk allemaal nog best wel voor, zeg maar, gasinbouw. Ja. Ziet het er nog best wel netjes uit. Mm-hmm. Lekker simpel blokje ook. Ja. Je VW-logo glanst. Ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga hebben. Ik vrees het ook. Weet je wat? Volgende week gaan we kijken of dat profetische woorden zijn bij Joep.